wegsprong. En daar liggen nu de laatste twee paarden. En dat zijn Wim van der Westrom met Jos J.E. en Simon Woutstra met Beauty Charisma. Dit is de laatste bocht. Het spel zal weldra op de wagen gaan. En als de paarden halverwege de laatste bocht zijn, leidt nog altijd Sioletta D. voor Voronov Depa. En daarachter volgt dan Adelaar, Rialto. En dan komt aan de buitenzijde Krachtpatser. Kiest de Giné naar voren. En ook Jos J.E. heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. We zijn in de laatste 200 meter. En aan de binnenzijde leidt nog Sioletta D. Daar komt Kiest de Giné naar voren. Die opent de aanval. Daar tussendoor komt ook Adelaar. Drie paarden op lijn. Maar Sioletta D leidt nog altijd. Sioletta D houdt stand en wint de koers. Op de tweede plaats Kiest de Giné. Dan volgt Adelaar met Voronov Depan. Jos J.E. Daarachter is het dan Orlando de Brel met Kito Beno. Dan volgt Beauty Charisma Rialto. En wat is het toch altijd genieten van die lange afstandskoersen. Een combinatie van tactiek en pure krachtpatserij en Ausdauer. En de meeste Ausdauer had Sioletta D. U ziet een imponerende staat van verdiensten achter de naam van Sioletta D. Daar wordt weer een overwinning aan toegevoegd hier op Emmeloord. Bas Krebas stuurde de 9-jarige Vosmerrie van Vrijhaas uit Keystone Selection naar de overwinning in een tijd van 1.22.5. Fokker is de heer Van Voorst, eigenaar Himia BV, zoals ze zegt, trainer en rijder Bas Krebas. Felicitaties voor Bas, natuurlijk ook weer de schitterende bloemen, beschikbaar gesteld door de orchideeënwinkel van Dirk Maasen uit Luttelgeest. Foto's gemaakt door Team Huibers. En een schitterende deken wordt omgehangen. En dat geeft Bas toch altijd een goed gevoel. Winnen op zijn eigen thuisbaan, Emmeloord. Zeilmakerij Lampen, dames en heren. De naamgever van deze koers is gevestigd in Emmeloord. En is bij boten- en campingliefhebbers goed bekend. Ze maken zeilen voor de boten, maar ook dekzeilen voor vrachtwagens. Tevens zijn ze gespecialiseerd in doeken voor zonneschermen, dames en heren. En de schitterende zierdeken ook hier voor de winnende combinatie. U mag in de handen voor Sioletta D. en Bas Krebas. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de steerskoers van vandaag. En uiteraard, zoals u zult begrijpen, is het aanvangstempo niet al te hoog. We gaan de eerste doorgang maken met een hele mooie voorsprong voor Adelaar. Terwijl Dylan F. Boko zich verzuimt aan de start en nu laatste ligt, heeft Adelaar het commando met 5 lengte voorsprong op Voronov Depa. Beauty Charisma lag zo even derde, maar wordt nu al gepasseerd door Sioletta D. En ook Orlando de Brel komt langs zij. Daarachter volgt dan Kiest de Giné. En Kiest de Giné die wordt op een lengte gevolgd door Jos J.E. Dan Kito Beno met Rialto. En aan de start van het veld Dylan F. Boko. Zo zijn we halverwege tegen de rechterlijn aan de overzijde. En heeft Adelaar op dit moment een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Voronov Depa. Maar Bas Krebas die vindt het tempo niet al te best. En heeft besloten zelf door te stoten om het zelf te gaan maken in het tempo. En bij het naderen van de manegebocht is het Sioletta D. die een lengtevoorsprong heeft genomen. Op Adelaar die tweede ligt, Voronov Depa een derde. In vierde positie volgt Orlando de Brel. De vijfde plaats is erachter voor Kiest de Giné. Die wordt gevolgd door Jos J.E. dan Kito Beno. Op anderhalve lengte daarachter volgt dan Beauty Charisma. Zo komen we de rechte lijn voor de tribune in. Rialto die volgt ook aan de start van het veld op dit ogenblik. Hebben we dan Dylan F. Boko als absolute hekkensluiter. En de paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Paarden komen langs de manege.
Friese. En het is onveranderd Bas Krebas die het veld nu de weg wijst met zijn Zioleta D. Zioleta D, de favoriet van het gezelschap, heeft een lengtevoorsprong genomen als we de volgende ronde ingaan. Op de tweede plaats is het Adelaar in aangesloten vorm. Ligt op de derde plaats Voronov Depin. Op de vierde plaats Orlando de Brel erachter. Kies de Giné. Quito Beno is het eerste paard dat we in het tweede spoor tegenkomen. En die is aan de opmars bezig. Daarachter volgt Josier E, geflankeerd door Rialto. Daarachter volgt dan aan de buitenzijde Dylan F. Boko. En die verwijst daarmee Beauty Charisma naar de laatste plaats. De koelboxbocht is gerond en de paarden zijn aan de overzijde van de baan. Waarbij nog altijd Zioleta D een lengtevoorsprong heeft op Adelaar. Daarachter op de derde plaats dan het nummer 4 van Voronov Depa. Aan de binnenkant door Lando de Brellen, aan de buitenzijde Quito Beno. Daarachter Kies de Giné, die wordt gevolgd door Rialto. Achter Rialto volgt Jos J.E. En aan de start hebben we nog altijd Dylan F. Boko en Beauty Charisma. Die situatie kennen we dus nu bij het indraaien van de manegebocht. Veel is er nog altijd niet veranderd in de voorste gelederen. Maar dat zal weldra anders worden. Straks hebben we nog een ronde te gaan. Maar vooralsnog is het Zioleta D. Die met een lengtevoorsprong het veld aanvoering geeft. Op de tweede plaats is het onveranderd Adelaar met Voronov Depa in het tweede spoor. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog een volle ronde te gaan. En ineens hebben we een heel compacte cluster. Als de paarden dan nu weer langs de start komen. Zo dadelijk de laatste ronde ingaan. Zioleta D voor Voronov Depa. Adelaar, Quito Beno. Daarachter dan Orlando de Brel met Rialto. Kies de Giné. Daarachter volgt dan Dylan F. Boko met Jos J.E. en laatste Beauty Charisma. En in deze compacte formatie gaan we nu voor de laatste maal de koelboxbocht in. Met aan de kop nog altijd Zioleta D. Voronov Depa die komt met een neusje in het tweede spoor naar voren en snoept daarmee de tweede plaats af. Voorlopig van Adelaar. En zo zijn we aan de overzijde van de baan. Aan de buitenzijde volgt dan Quito Beno als vierde. In vijfde stelling aan de binnenzijde Orlando de Brel. In zesde stelling de opmars van Rialto. Daarachter dan Kies de Giné die gevolgd wordt door Dylan F. Boko en die op thans weer een galopade maakt achter, achter de positie waar die volgt, dus achter Quis de Giné. Daar lag hij voordat hij wegsprong en daar liggen nu de laatste twee paarden. En dat zijn Wim van der Westbom met Jos J.E. en Simon Woutstra met Beauty Charisma. Dit is de laatste bocht. Het spel zal weldra op de wagen gaan. En als de paarden halverwege de laatste bocht zijn, leidt nog altijd Zioleta D. Voor Voronov Depa en daarachter volgt dan Adelaar, Rialto. En dan komt aan de buitenzijde krachtpatser Quis de Giné naar voren. En ook Jos J.E. heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. We zijn in de laatste 200 meter en aan de binnenzijde lijkt nog Zioleta D. Daar komt Kies de Giné naar voren. Die opent de aanval. Daar tussendoor komt ook Adelaar. Drie paarden op lijn. Maar Zioleta D lijkt nog altijd. Zioleta D houdt stand en wint de koers. Op de tweede plaats Kies de Giné. Dan volgt Adelaar met Voronov Depin. Jos J.E. Daarachter is het dan Orlando de Brel met Quito Beno. Dan volgt Beauty Charisma.